De samenleving is getuige geweest van een gewelddadig en bloedig kerstweekend. Op eerste kerstdag zijn een 20-jarige vrouw en zoontje vermoord in een pension aan de Chatterpaalweg. De verdachte, die na vertrek uit het pension een verdelgingsmiddel had ingenomen en daarna onder politiebewaking in het ziekenhuis was opgenomen, is vanmorgen overleden. Bij de politie is het motief van de dader nog onbekend. Politiewoordvoerder Milton Kensmill zegt dat met de dood van de verdachte de zaak strafrechtelijk is afgesloten. In principe, met het heen gaan van ook de verdachte, in principe ja, is er niet zoveel meer te doen dan dat de familie van het slachtoffer de mogelijkheid heeft om een civielrechtelijk proces aan te spannen tegen de nabestaanden van de verdachte. Yeah. Ja, de familie van het slachtoffer die heeft het recht. Dat kind was in principe nog minderjarig, om het zo te zeggen. Dat meisje had de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt. En de familie heeft de mogelijkheid om voor een civielrechtelijk, om een civielrechtelijk proces op te starten. Ja, de verdachte die is er niet meer, maar de familie die kan nog aansprakelijk gesteld worden, indien men het zo zou willen aanpakken. Daarnaast hebben op eerste kerstdag 8 tot 10 zwaar bewapende mannen in Achoni, Brokopondo, een reeks schokkende overvallen gepleegd op lokale winkels, waarna ze met een boot zijn gevlucht. De politie heeft vanmorgen een interne vergadering over het vraagstuk belegd. We trachten zo goed en kwaad als het kan met de beperkte middelen. Proberen wij de orde helemaal terug te brengen. Er zijn verdachten in beeld gebracht. Er zijn strategieën die worden uitgewerkt om zo snel als mogelijk over te gaan tot het aanhouden van deze verdachten. Kensmill geeft aan dat de situatie te Achoni nu onder controle is. De opsporing van de rovers is nu in volle gang. Dat waren de binnenlandse berichten. Blijft u afgestemd voor het buitenlands nieuws.